Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 6 juni. Zonnige zomerfair in Liemt. Bokselse musical gaat gemeentegrens over. En hoe staat het met de cultuurprijs? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. In Liemt kan alles, tenminste volgens de organisatie van de zomerfair in het dorp. Deze vond zondag voor de eerste keer plaats in en om de Liemtse Hert en zorgde voor een grote toeloop van dagjesmensen. De markt vloeide voort uit de winterfair die in november werd gehouden. Ook die trok veel bezoekers. Het Liemtse centrum stond deze zomerse zondag vol kraampjes met hapjes en snuisterijen. Dat alles natuurlijk overgoten met een zonnig themasausje. DBC Nieuws zag een gat in de markt en ging daarom een kijkje nemen om de sfeer te proeven in het dorp. Ik zit hier lekker te genieten, een beetje mensen kijken, mooi muziekje op de achtergrond. En we staan hier natuurlijk om onze meubeltjes te verkopen. Ja, het is hartstikke gezellig. Heerlijk, smaakt goed zo. Lekker ijsje, mooi weer. We willen wel meer, hè? Wat vindt u nou het allermooiste hier? Ja, eigenlijk toch wel de dorpskern. Het is altijd gezellig in Liemt. Oh, ik vind het wel leuk. Ik vind het gezellig. Ja. En wat vindt u hier zo gezellig aan? Ja, de hele sfeer. En met dat mooie weer kan het niet stuk natuurlijk. Hè? Hoe is dat om bij de zomerfair te zingen? Ja, leuk is het eerste jaar dat het hier is. Hè? En ja, het is leuk met de fanfare. En, ja, het is anders dan wat je normaal zingt, maar ja, wel heel leuk. Ja. Is buiten zingen dan leuk of hoe moet ik dat zien? Nou, ik denk iedereen zit hier kort bij en iedereen zit met elkaar. En dat is toch wel, je hebt interactie met iedereen en dat is wel leuk, denk ik, vind ik. De Bokselse musicalschool Effect brengt dit weekend vier keer de productie Hairspray Junior op de planken. Dat gebeurt in het Oorschotse theater De Enk. Het verhaal gaat over een mollig meisje met een enorm kapsel dat in haar eentje een revolutie weet te veroorzaken in het suffige Amerikaanse stadje Baltimore. Dat krijgt ze voor elkaar door haar passie na te streven, dansen in een plaatselijk tv-programma. De Feel Good Musical laat de tijd herleven van glitterjurken en suikerspinkapsels en is gebaseerd op de gelijknamige muziekfilm met hoofdrollen van John Travolta en Michelle Pfeiffer. Ook de theaterversie is wereldwijd een succes. In Podium Bokstel werd onlangs een druk bezochte sneak preview vertoond van de voorstelling. Daar werden vier liedjes ten gehore gebracht. Leerlingen van de Bokselse Harmonieën vormden die dag een muziektheaterorkest dat voor de live begeleiding zorgde. Hairspray Junior belooft een bijzondere musical te worden met louter lokaal talent. Tijdens de preview in Boksel waren alleen kinderen te horen, maar in Oorschot doen ook volwassenen mee. Wie de hele musical wil zien in de Enk kan nog kaarten kopen op de website van Effect. Het Burgakkerpleintje bij de bibliotheek in Bokstel heeft weer een frisse aanblik gekregen. De zijgevels zijn geschilderd en worden nu voorzien van groene kunstwerken. Ontwerper Philip Luschen bedacht drie tuinhokjes met daarin cipressen waar een vergroomde ring boven hangt. Naast dat het groen de muren moest verfraaien, bedacht de kunstenaar een wedstrijdelement. Op een gegeven moment groeit één van de drie bomen namelijk als eerste door een ring. Drie buurtbewoners hebben met een sleutel toegang tot de minuscule tuin en kunnen straks helpen met de groei van hun boom.
De gemeente Bokstel blijft echter verantwoordelijk voor het onderhoud. En dat geldt ook voor de groenvoorzieningen die aan de rechterzijde worden geïnstalleerd. Ook in dat ontwerp bedacht Lucien een wedstrijdelement, maar dan met buizen en klimopplanten. Deze moeten nog geplaatst worden, net zoals de ringen boven de cipressen. Voor het project trekt de gemeente 40.000 euro uit. Begin november wordt hij weer uitgereikt, de Jonkers van der Velde Cultuurprijs. Eens in de 5 jaar gaat deze prestigieuze bekroning naar een persoon of instelling die veel heeft betekend voor Bokstel op cultureel gebied. In 2013 ging de prijs naar 3 personen die nauw betrokken waren en zijn bij de reus Jas de Keistamper. Het bedrag van 2500 euro die de winnaar ontvangt moet gebruikt worden voor een cultureel project. Daarnaast is er een persoonlijk aandenken en een oorkonde. De organisatie die in 2013 de eerste prijsuitreiking verzorgde, Stichting Cultuurgeschiedenis Bokstel Meierij, bestaat inmiddels niet meer. En daarom is het beheer nu in handen van Stichting Bokstel Vooruit. Het aanmelden van de kandidaten voor de cultuurprijs is nog mogelijk tot 2 augustus. TBC Nieuws is nieuwsgierig naar de mogelijke genomineerden en ging langs bij de naamgevers van de prijs, Ton Jonkers en Ine van der Velde. En hoe staat het bijvoorbeeld met de inschrijvingen? Ja, we zijn nu inderdaad een aantal maanden verder. We hebben een aantal inschrijvingen, maar er is absoluut nog ruimte voor meerdere inschrijvingen. Tot 1 augustus kunnen mensen zich kandidaat stellen voor de Jonkers van der Velde Cultuurprijs. En we hopen op goede kandidaten dat de jury een goede keuze kan maken. Welke kandidaten heb je al? Dat ga ik u niet vertellen. Dat ligt bij de jury, bij het secretariaat. Ik bemoei me ook absoluut niet met de kandidaat om die te selecteren. Om daar een uitspraak over te doen. Dat ligt bij de jury. Maar u kent ze wel? Ik ken ze ook niet. En ik wil ze ook voorlopig niet weten. Pas op de avond, 2 november, dan wordt ook bij mij pas bekend wie de kandidaat is. En wie dan uiteindelijk de cultuurprijs gaat winnen. Maar er is ook een jury die dit allemaal beoordeelt. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Ja, de jury krijgt niet individueel de kandidaten die genomineerd zijn. Maar die worden opgespaard tot 2 augustus. En dan gaan ze van het secretariaat naar de jury. En de jury bestaat uit Jan van Homelen is voorzitter. Joke van Kool en Hanneke van Eerde. En zij gaan aan de slag en kijken welke mensen voldoen aan de criteria's en die eigenlijk in aanmerking komen voor de Jonkers van der Velde Cultuurprijs. Elke 5 jaar is deze prijs. Waarom is ooit gekozen om de 5 jaar dit te doen? Ja, we hebben op een gegeven moment toen wij afscheid namen van ons bedrijf echt gekozen om iets blijvends neer te zetten. Cultuur is iets dat hoort bij Bokstel, bij de genen van Bokstel. Door ook elke 5 jaar te herhalen, komt er een moment dat we ook weer even kunnen terugblikken op het Hendrik Verhees-jaar, wat we hebben gehad 5 jaar geleden. En zo proberen we ook de cultuurhistorie van Bokstel levendig te houden. En dat het maar 1 keer in de 5 jaar is, heeft natuurlijk ook te maken met het budget, hè? Ja, we begonnen deze DBC nieuwsuitzending in Liemt en daar eindigen we ook. Met de jaarlijkse bijeenkomst van de Schuttersgilde uit de zogeheten Dondergroep. Die werd dit weekend gehouden in een zonovergoten Liemt, waar het plaatselijke Sint-Antonius-abt zich een prima gastheer toonde. Ceremoniemeester Kees van Loon zorgde dat de dag vlekkeloos verliep, zowel in de Sint-Jans onthoofdingskerk, waar 's ochtends een hoogmis werd gehouden, als tijdens de optocht door het dorp en de mars op het gildeterrein. Naast het schieten met de kruisboog werden er ook vendeliers, tamboers en bazuinblazers beoordeeld op hun kunnen. De wedstrijden vonden plaats op Antoniusbleek, het schietterrein van de Liemse Guld aan de Oude Dijk en op een sportveld van voetbalclub DVG. De kruisboogwedstrijd werd gewonnen door de enige vrouwelijke deelnemer, Truus van der Schoot uit Geemonde. Ze mocht zich na afloop Schroepskoning noemen. En burgemeester Mark Buys, die met zijn echtgenote Christel de dag bijwoonde, prees de gilde voor het in ere houden van eeuwenoude culturele tradities. Bij de Dondergroep zijn 9 gilden aangesloten. Die komen alle uit de regio. De kringdag wordt bij toebeurt georganiseerd door de deelnemende broederschappen. En met deze vendelgroet sluiten we alweer deze DBC-uitzending voor deze week af. En denkt u, ja, ik wil toch nog eens eventjes terugkijken? Nou, u kunt ons ook vinden op YouTube of Facebook. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.